Hallo, ik ben vandaag bij de werf van Royal Van Lent Vetship om aanwezig te zijn bij de uitreiking van het IPMA-A-certificaat aan Jeroen. We hebben een heugelijk moment. We gaan het vieren dat Jeroen Walewijn IPMA-A gecertificeerd is. Eerst gaat Mattes wat vertellen. Ongeveer 2 jaar geleden gestart, samen, om erbij, geldt denk ik voor heel veel mensen hier, in een organisatie die in beweging is, in ontwikkeling. Een duidelijke visie, duidelijke lijn. En het is niet alleen de manier waarop we onze projecten doen, dus hoe we onze organisatie aan het vormgeven zijn, hoe we ons proces erin definiëren, maar er zit ook een component aan persoonlijke competenties. Nou, we hebben gemeend om daar een structureel programma van te maken. We hebben IPMA daarvoor gekozen omdat ik er zelf goede ervaring mee heb in combinatie met die raad daar John. Jeroen heeft een hele lange ervaring. Bewust gekozen om naar Van Lent te gaan, om met al jouw kennis en ervaring die je hebt, ook vanuit eigen bedrijven, verschillende rollen, om naar Van Lent te gaan, om dat bij elkaar te laten brengen en ook wat je zelf al vaker hebt gezegd, ook de jonkies, de jonge garde, daarin mee te nemen. Je bent ingestapt in het IPMA-programma als de meest senior. Er waren nog een aantal mensen die behoorlijk wat ervaring op de klok hadden staan. En in de eerste inschaling die ik met John gedaan heb, bij de inventarisatie van hoe ziet onze groep er nu uit. Nou, er kwam eigenlijk wel naar voren dat we een aantal lieden hadden die misschien wel voor A in aanmerking zouden kunnen komen. Nou, jij was er één van, samen met nog twee anderen. Nou, John heeft het ook opgepakt als van, nou, laten we eens kijken of we dat kunnen gaan bewerkstelligen. Ja, en uiteindelijk ook een van de eerste die nu uiteindelijk hier het certificaat overhandigd krijgt. En niet zomaar één, het is een A-certificaat. En ik hoorde net dat het om de beide 10 zijn. En jij wist in detail te vertellen dat het nummer 14 is. We zijn als Van Lent daar ook heel trots op. Dat we een A-projectmanager hier binnen de gelederen hebben. Ik ben directeur van IPMA Certificering. Dus verantwoordelijk voor ja, eigenlijk de laatste stap in het proces om te certificeren. Daarnaast ben ik ook lid van de internationale board voor IPMA, daar wereldwijd verantwoordelijk voor certificering. En het mooie van IPMA is, het is een internationaal model. Je hebt ook een internationaal certificaat. Dus of je nou IPMA A in Nederland bent, of in Panama of in Zuid-Korea, dat is hetzelfde. Het proces waarop we dat hebben gedaan is hetzelfde. Dus het is daar ook allemaal evenveel waard. En ook daar, in dat soort landen, mag je straks met je papiertje zwaaien. Waarom dan IPMA? En wij kijken veel meer naar jullie. Ben je competent of niet? Ik ben er zelf van overtuigd dat als je een project doet met de meest fantastische aanpak en framework en methodiek, maar de mensen zijn incompetent, dan gaat het hem niet worden. Dan kan je niet zo'n mooi schip bouwen en dan wordt het gewoon een puinhoop. Dus daar zit denk ik met name onze toegevoegde waarde. Dat we kijken op die diverse niveaus van IPMA. Ja, hoe volwassen je eigenlijk bent. Ja, Jeroen, je hebt iets bijzonders gedaan, want je bent inderdaad de 14e in Nederland. Er zijn er niet zoveel. Dus ik wil je heel graag namens IPMA het certificaat overhandigen. Ik weet dat je inmiddels digitaal hebt, en dat is natuurlijk niet zo echt als een als toch iets op papier. Dus. Gefeliciteerd, nogmaals, namens IPMA. En welkom in een bijzonder gezelschap. Ga ik je ook iets opspelden? Ja. 14 mensen in Nederland. Ja, heel zuinig. Ik ben blij dat je ja hebt. Ik ben hier niet zo goed in. Dus ik zei dat je niet helemaal lekker pikt. Het is ook de eerste in de scheepswacht. Ja, ik heb je begeleid. Ik heb in de afgelopen 19 jaar honderden kandidaten begeleid. En wat mij bij jou enorm is opgevallen, is dat er was nooit gezeik. Er was nooit een excuus voor iets niet doen. Ik heb veel van je geleerd. Ik heb veel van je genoten. Het was gewoon prettig. We hebben wel heel veel contact gehad, want je wou het ook wel heel erg goed en secuur doen. Nou, ik ben super trots op je. En ook namens mij gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, ik wil in de eerste plaats eigenlijk Van Lent bedanken om mij in de gelegenheid te stellen om die opleiding te volgen. Ik was overigens wel bekend met IPMA. Ik had ooit een assessment gehad bij de Schelde. In 2010 was dat.
En, maar dat was een andere club en die zei ja, wij kunnen wel B en C begeleiden, maar A hebben we geen mensen voor. En toen was ik ook met een collega de beschermd. Kijk, dat doen wij dus wel. Dus het was al geïdentificeerd dat ik A-materiaal was, zeg maar. Maar ja, sorry, maar beginnen we niet aan. En, ik was... en nou, toen kwam ik bij Van Lent en ik kreeg opnieuw de mogelijkheid. Ik dacht, ja, dat vind ik toch wel leuk. En dus ik ben ingestapt en ik moet zeggen, nou, we hebben een goede klik, John, want het was gewoon een plezier om het te doen. Tijdens het proces kwam ik er eigenlijk ook achter dat ik, dan loop je die stappen en dan toets je eigenlijk wat je gedaan hebt en of je aan de competenties voldoet. En ik kwam er tot mijn plezier achter dat ik in heel veel gevallen onbewust competent was, zoals dat dan met een mooi woord heet. Jullie mogen hem nu de hand schudden en echt feliciteren. Volgende, hè? Ja, We hebben nog twee ruimte, dus top, jongen. Ja, Jeroen. Dank je wel. Hey, Willem, bedankt, man. Jij ook, hè? Feliciteert, Jeroen. Tot met de volgende. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja.